Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het zuiden van het land volop zonnig weer. In het noorden komen we iets meer wolken tegen. En op een enkele plek valt uit die bewolking ook nog een lokaal buitje. Maar de wolken gaan geleidelijk aan zich wat meer verspreiden over het land en dan hebben we gewoon overal een wisselend beeld. Vaak schijnt de zon, soms wat bewolking en heel lokaal misschien een buitje. Vanmiddag vooral in het oosten en noorden van het land. Maar ze zijn zo weinig noemenswaardig dat ik ze toch uit de kaart heb gelaten. 21 graden wordt het in het binnenland, een zwakke tot matige noordelijke wind. Misschien dat die bij zee af en toe even vrij krachtig is wind. 5. Vanavond koelt het langzaam af naar een graad of 16. Dan gaan we naar morgen en dan lopen de temperaturen iets verder op. Er trekken wel wat wolkenvelden over het land. Dat is eerst in het noorden het geval, later ook in het midden en eh, zuiden. Temperaturen komen in het binnenland lokaal aan 22 graden. En de wind uit het noorden neemt iets af. En die wind draait donderdag naar het zuidwesten. En dan stroomt zachtere lucht over het land uit. Donderdag wordt het 25 graden. Vrijdag zelfs nog wat warmer. Laat op de dag van het zuiden uit. Toen nemen we de kans op een regen of onweersbui. En dan gaat zaterdag de temperatuur weer iets omlaag. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.